parlementariër Patricia Etnel spraken wij over de acties van de politiebond en het besluit dat ze hebben genomen op basis van het ontslag van de politiefunctionarissen Gentle en Helling. Hoe moeten we hier naar kijken? Een samenleving dat nu niet meer bewaakt wordt door onze beste kameraden. De politiebond is uitgekomen met een duidelijke verklaring. Ze waren bij het parlement en de voorzitter van de politiebond, de heer Anton Pai, heeft ook aangegeven wat er gaande is. En natuurlijk heb ik ook de zaak gevolgd. Ik heb ook de resoluties gezien, onder oog gezien, gelezen. En ik ben de mening toegedaan dat ik toch wel wil weten van de regering waarom dit besluit genomen is geworden. En laat me ook aangeven waarom. Tussen 2016 en 2020, toen vielen van ons en tenminste de partijen die nu deel uitmaken van de coalitie, toch om het zo te noemen, in de oppositie waren, hebben we dit alles bestreden toen we zagen dat de toenmalige regering gebruik maakte van politieke rancune en hun dictatoriaal systemen om mensen met ontslag te sturen omdat zij van mening waren dat de mensen een plichtsverzuim niet kwamen opdagen. Puur omdat die mensen opkwamen voor een beter Suriname. Daar ben ik de mening toegedaan wanneer je dit alles hebt meegemaakt en ervaren. En natuurlijk, we stonden in de voorste linie. Dan kan je vandaag, wanneer jij de scepter zwaait, niet zeggen dat jij dan ook daarvan gebruik maakt om de mensen met ontslag te sturen. Want je krijgt eenzelfde etiket opgeplakt. En wat mensen zich gaan afvragen is, wat je allemaal zei toen, was het puur? Wat meende je het echt met ons? Of was het omdat je een gebruik maakte van die gelegenheid enkel en alleen om onze stem te krijgen op de dag van de verkiezingen? Ik vind dat we dit niet moeten creëren bij het volk. Dat gevoel moeten we ze niet geven. Ik ben de mening toegedaan dat wij, wanneer we kijken naar dit alles, dat het niet zo ver hoeft te komen. Dat we twee mensen broederloos maken. Ze hebben hun gezin. Hoe moeten ze nu leven? Met de koers van 30. Met een leven dat zo duur is. En iedereen weet dat de president woont in Suriname. Ook al is hij heel vaak weg. Hij woont in Suriname. Hij weet toch wat er gebeurt. Hij ziet toch wat er gebeurt. Hij ziet toch wat de prijzen zeggen. En dan gaan we op de kop toe mensen nu met ontslag sturen. Dat wil zeggen, je hebt dat gevoel niet. Toch, dat menselijk gevoel van, dat kunnen we niet doen. Er zijn andere manieren om te straffen als je dat zou willen doen als regering. Maar met ontslag sturen vind ik echt een te ver gegrepen stap. Maar een collega parlementariër van u, mevrouw Etnel, die ik heb geïnterviewd, die geeft juist aan dat de politiebond nu heeft gegrepen naar het uiterste middel, terwijl zij een schrijven konden hebben gericht naar de president door aan te geven dat ze niet eens zijn met het besluit en ten tweede om gewoon naar de groene tafel te gaan. Ik zou dat helemaal niet stellen. De bond niet op te komen voor zijn leden. En een van de zaken die de bond ter beschikking heeft, en dat hebben wij niet gegeven, dat heeft het ILO gegeven. Ja, de International Labour Organization, die als internationale organisatie staat, is dat je het recht hebt om jouw mening te uiten door te staken. Je mag. Het stakingsrecht is erkend internationaal. Dus wij kunnen als parlementariërs dat soort dingen niet stellen. Ten meer ook omdat een parlementariër internationaal goed georiënteerd moet zijn. Je dient de verdragen te kennen waar wij als land lid van zijn. Je dient de rechten van de mensen te kennen. Maar meer nog, de parlementariërs dienen ook hun grondwet te kennen. Toch, de grondwet is het eerste wat je meekrijgt wanneer je parlementariër wordt. Ook je ordereglement. En je krijgt het niet zomaar. Je krijgt het omdat je moet weten. En de grondwet kent grondrechten toe. Toch? De grondrechten en niet de grondenrechten. Maar de grondrechten van de burgers zitten vervat. En een van is het recht op vrije meningsuiting. Het recht om zich te verenigen. Ja, we moeten geen grappen maken met deze rechten. Het zijn gegeven rechten aan iedere burger. Dus wanneer je dat weet als parlementariër, moet je precies weten hoe je bepaalde dingen brengt. Toch?
wanneer de regering een bepaald besluit neemt en de hoogste strafmaatregel grijpt binnen het ambtenarenrecht, maar ook direct binnen het arbeidsrecht, dan heeft de vakbond het recht, en dat heeft hij verkregen vanuit de grondwet, maar ook vanuit de ILO, om zijn mening te horen en mag het stakingsrecht toepassen. Men gaat straks zeggen, mevrouw Etnel, dat u zich zo uitlaat, omdat u ook de acties had ondersteund toen. Dus dat vind ik, dat ga je horen, ja. Je gaat het horen. Maar weet je, ik heb de acties tussen 2016 en 2020 ook ondersteund. Ik heb de acties in de jaren 90, in de eind jaren 99 ook ondersteund als student. En weet u waarom ik het heb gedaan? Omdat ik vind dat ik een Surinaamse vrouw ben die een beter Suriname wil hebben. Het moment dat je merkt dat leiders met de noden van het volk grappen maken, de noden van het volk niet serieus nemen en ervan uitgaan dat alles makkelijk gaat, terwijl het volk het heel moeilijk heeft, dan zal mevrouw Etnel opkomen. Dan zal mevrouw Etnel niet stilzitten. Maar dat moet in jou zijn. Je moet geen in een play like you know wang terwijl you know wang. Toch? Je moet altijd fair zijn. En niet alleen maar fair. Je moet geen masker op hebben. Je moet niet vandaag zo zijn en omdat je morgen in een ander systeem bent, ben je ook anders. Want je moet niet direct je kleur laten bekennen. En dan plotseling wanneer je weer aan de andere kant zit, dan ben je weer anders. Ik vind dat je dan een hypocriet bent. En je moet geen hypocriet zijn. Absoluut niet. Je moet zijn zoals je bent. Toch? En wanneer je zegt je bent iemand die strijdt en levert tegen onrecht, je bent daartegen, dan moet je dat altijd zijn. En mevrouw Etnel is tegen onrecht. Ik vind als het niet goed gaat met Surinamers, als leiders met Suriname en de Surinamers moet je opkomen. Als leiders de juiste besluiten niet nemen, moet je je stem laten horen. En je doet het niet omdat je niet van die leider houdt of omdat je die leider niet leuk vindt. Want ik speel niet op de man, ik speel op de bal. Wanneer ik het beleid overweeg, dan doet het er niet toe wie daar zit. Je moet het goed doen. Je moet het correct doen. Je moet het juist doen. Want je doet het niet voor jezelf. Je doet het omdat je een beter Suriname wil hebben voor de Surinamers. Dus je gaat dat soort dingen horen. Maar mevrouw Etnel maakt zich niet druk. Want wie de geschiedenis nagaat, gaat mevrouw Etnel altijd in de voorste linie zien. Wanneer het gaat om onrecht dat het volk wordt aangedaan, dan gaat ze de stem laten horen. Maar moeten we ons zorgen maken, mevrouw Etnel, nu de politie niet meer over ons waakt? We moeten ons zorgen maken, ja. Want onze veiligheid is in gevaar. En niet dat alleen, we zien wat er gebeurt in die samenleving. Met betrekking tot de criminaliteit. Het is niet goed. En ik heb heel vaak gezegd, de criminaliteit, het oplossen van de criminaliteit, is niet alleen een vraagstuk van de politie. Het is nog meer een vraagstuk van sociale zaken. Want wanneer we die sterke gezinnen niet hebben, wanneer we de gezinnen niet empoweren en we ze niet begeleiden en we alleen maar denken vanuit de regering dat we ze meer geld moeten geven en die begeleiding daar doen we niets aan, dan krijgen we dit soort problemen. Toch, ik vind, we moeten meer gaan investeren in de begeleiding van onze gezinnen. Want het gaat niet goed met onze gezinnen. Ten meer omdat wij die begeleiding niet geven. We verzaken die taak. We verzaken het echt, meneer Ganesh. En ik vind het heel erg dat dat gebeurt. Dus ik hoop dat de regering heel spoedig een antwoord hierover formuleert. En laat me er dit van zeggen. Regering, sommige besluiten moet je niet nemen. Het hoefde helemaal niet zo ver te komen met de kies van deze twee heren. We zijn al 5 maanden verder. Alles is rustig. Waarom ga je nu weer dit doen? Is toch creëren van problemen? Is toch creëren van onrust? Is iets wat jij zelf voedt als regering? Is toch niet juist? Hoe kom je op zo'n besluit? Wie adviseert de regering in deze? Wie? I don't know. Ik vind het geen juist besluit en het hoefde echt niet zo ver te komen. Wat hoopt u dat er dus mag voortvloeien? Laten wij
streven wat de grondwet van ons verwacht. En weet je wat de grondwet van ons verwacht? Dat wij waarachtige Surinamers zijn. Dat wij gaan voor wet en recht. Maar dat wij de doelen als Surinamers centraal staan, zetten. Waar we ook staan, als president, als vicepresident, als wachter of wat dan ook. Maar als leiders dat we dat centraal stellen. En dat is dat wij recht laten zegevieren. Recht laten zegevieren. Toch? Politieke rancune moeten wij niet koesteren. Want dat brengt geen positiviteit voor dit land. En geen ontwikkeling voor de Surinamer.